Ik ben Bert de Graaf en werk als calamiteitencoördinator bij waterschap Noorderzijlvest. Ik bereid het waterschap voor op noodsituaties, zoals bijvoorbeeld een storm of een dreigende dijkdoorbraak. Hierbij maak ik bijvoorbeeld afspraken over wie wat doet. We werken dan als een crisisorganisatie. In het jaar 1717 werd onze provincie getroffen door een grote overstroming, de Kerstvloed. Ondanks eerdere waarschuwingen van Thomas van Zeerad waren onze dijken niet sterk genoeg om de zware noordwestenstorm te weerstaan. Gelukkig is dat tegenwoordig veel beter. Mede dankzij ingrepen van Thomas van Zeerad zijn onze dijken veel sterker en beter bestand tegen zware omstandigheden. En tegenwoordig hebben we als waterschap een crisisorganisatie die in actie komt wanneer de omstandigheden daarom vragen. We zijn goed voorbereid op noodsituaties. We hebben onder andere daarvoor speciale plannen. Hierin staat bijvoorbeeld wat we gaan doen in geval van een noordwestenstorm of een dijk die dreigt door te breken. Gelukkig komen dergelijke situaties niet vaak voor. Daarom oefenen we regelmatig om onze kennis en ervaring op peil te houden en zodoende goed voorbereid te blijven. We hebben als waterschap dus een crisisorganisatie, maar nemen ook deel aan de crisisorganisaties in Friesland, Groningen en Drenthe. Hierin werken we samen met brandweer, politie, geneeskundige dienst, gemeenten en defensie. Zo hopen we een situatie als in 1717 nooit meer mee te hoeven maken.